Fantasia betekent eigenlijk een soort van een fantasie van Bach, hoe hij dat voor zich ziet. In mijn fantasie hoor je in dit stuk twee stemmen. Dat is ook echt zo. Je hoort de basstem. En dan komt de sopraanstem erbij. Die lopen door elkaar heen. En in het midden daarvan hoor je het koraal. In iets langere noten, dus als het goed is hoor je dat er wel mooi uitkomen. En ik stel me dan zo voor dat dit in de bas bijvoorbeeld een van de discipelen is, Johannes of Petrus. En in de sopraan een van de Maria's die net hebben ontdekt dat het graf leeg is, dat Jezus is opgestaan. En die rennen nu terug naar de rest om dat allemaal te gaan vertellen. En dat hoor je ook heel mooi in het thema terugkomen, want het is in drieën. Maar eigenlijk al heel snel heb je een soort sprongetje erin, een huppeltje. Echt een soort van vreugdesprongetje wat je daarin hoort. En dat komt steeds terug, dus dat kun je heel goed herkennen. En daartussendoor hoor je dan steeds dat koraal als een soort koor wat dat meezingt. En voor degene die het toch nog lastig vinden om het koraal er goed uit te halen, heeft Bach aan het einde nog een vierstemmige zetting van het koraal geschreven. Of eigenlijk alleen de bas met cijfers, maar daar haal je dan die zetting uit. Heel statig, gewoon zoals een koor het zou zingen. Nog één keer de melodie.